Hey, welkom bij BSNet en leuk dat jullie weer kijken. Wij gaan vandaag een splinternieuwe game spelen. Resident Evil 8. Ook wel gezegd Resident Evil Village. Dit is alweer het 8e deel. En dit is een vervolg op het 7e deel. Oké, laten we beginnen. Vinden jullie dit nou leuk? Like en abonneer zeker op ons kanaal. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free from Mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine and under branch, and into the forest deep. Feeling strange eyes upon her, the girl recalled Mother's scary bedtime tales, and her throat became bone dry. Is dit nou eng? Then the Bat Lord appeared. He greeted her warmly and bit his own wing. Come, child, quench your thirst, he said. So she drank the thick, dark blood and smiled with joy. Passing through the graveyard, menacing storm clouds loomed, and the air turned bitingly cold. The girl was shivering in her thin clothes. Then a dark weaver appeared, and with a click of his fingers, crafted mist into a beautiful dress. Come, child, warm yourself, he coaxed. So she like wel een sprookje. And smiled with joy. Is dit Resident Across Evil? Across waters deep and ominous she went, hoping a boat she found would carry her home. But hunger's grip tightened and her heart grew heavy. Then the Fish King appeared and offered one of his many fins. Come, nou, wat lief. Child, eat your fill. So the girl ate and smiled with joy once more. Continuing on, she soon entered the forest's dark heart. Then an iron steed appeared, bearing a beautiful golden gear. Nou, zo mooi is hij niet, hoor. Nothing as the girl approached and snatched what she thought was another gift. The horse grew angry and summoned the other monsters. Terror filled the girl's heart as the wild wind rose around the beasts. Suddenly, a witch appeared, dark yet regal. Gifts we gave, but more you. Oh, kijk, dit is een heel stuk enger. So more in turn is due. In a blink, the girl was trapped inside a mirror. There. She's asleep. Aww. She slept. She's only 6 months old. Woman at the store said it was traditional. A local tale. Besides, Rose doesn't seem to mind. Because she doesn't understand it, thank God. We moved here so that she wouldn't have to deal with any of that, remember? There's nothing wrong with my memory. You're just being paranoid. It's not... Never mind. I'm sorry. But I'm not paranoid. I'm just cautious. Then, go cautiously take your daughter to bed. Ja, breng je dochter even naar bed. Kom op. Finish dinner. Oké, hier gaan we dan. Your mother doesn't want to remember it. Heel eng om je dochter naar bed te brengen. Oké. Did you say something? Nothing. Ik vind dit... I'll put her down. Ik vind dit wel echt heel eng. Oh. Oké. Nou, ik hoef je geen slaapliedje te zingen, want je slaapt al. Dat is mooi.
Our taste in music's definitely improved over the years. You mean mine has. Okay. Oh. Once you're a big girl, we'll have a drink together, alright? Ja, dat is altijd goed. Altijd een drankje erbij. Ik zit zelf nu ook even lekker aan een biertje. Heerlijk. Mom got you another new book? Oké, hebben we nog wat gemist? Even teruglopen, even kijken of ik nog hier wat heb. Oh, kijk, ja. Dat zijn schoonmaakdoekjes voor je billen. Maar luiers. Nou, dan hebben we nog tv. TV. Oh! Zet maar uit, want ik vind het eng. Ik ga toch die kant op. Nou, dit hele stuk hebben we eigenlijk al gehad. Kijk, er is nog wat. Jemig, wat een dikke buik. Zo, je moet trots zijn hoor, op zo'n buik. Nou. Oh, Mia, what a miracle. Ja. Yeah. 3 years ago, I couldn't imagine something like this would happen. Jongen, jongens, niet zo door elkaar praten. Jongen, jongen. You hungry? No? Maybe later then. Nee, natuurlijk heb je geen honger. En trouwens, dat is geen eten. Dat is gewoon drinken. Ze slaapt. Don't get too close to me when I'm cooking, babe. Oh, nou dan niet. Dan ga ik wel. Ha, ik ga toch lekker. Ik ga lekker heel dicht naar je toe komen. Hey, what are you doing, mister? Ja. Wat ben jij aan het doen? Wat ben jij eigenlijk aan het koken? Wat is het? Oh, laat ook maar zitten. Oeh, wat is dit voor eng halletje? Kijk, dit is pas eten. Mia makes everything by hand, so this stuff keeps piling up. Oké. Ah, wat schattig. Nou, van dichtbij niet. Oh. 2 februari 2021. Halve verjaardag van Roos. Nou, is ook leuk als je een halve verjaardag viert. Oké. Her birthday will be here before we know it. They grow up fast. Oké. Roos eten. Februari. De 6e. 6 februari. Rijst. Bananenpuree. Oké. Nou. Sweet potato puree. Zoete aardappel. Nou, geef mij maar gewoon lekker Hollandse aardappel hoor. Nou. Boiled spinach en crème. Oké. Gekookte spinazie. Met crème. Nee, doe maar niet. Don't give her any sugar of honey. Or honey. And no mushrooms. Oké. Geen suiker, geen honing. En geen champignonnen. Of paddenstoelen. Nee, paddenstoelen zou ik ook maar niet doen. Beetje te jong voor, hè? Oh, dat is hier. Nou,
Nou. Once things warm up, we can go for a walk. Ja, lekker wandelen met mijn dochter. Nou, het is ook leuk dat er niks in zit. Heb ik altijd zo'n hekel aan. Als je een game hebt dat je een laadje opentrekt en er zit er niks in. Heb ik echt zo bij mezelf van, waarom nou? Waarom? Herkennen jullie dit? Ja, vast wel. She's going to grow beautiful. Beautiful? Lijkt wel een monster. Hi! Even rustig, hè? Hi. They're there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Ja, waarom leest die moeder nou ook zulke enge verhalen? Kent toch niet? Wat is dit? Your mama and I love this song so much. Ja. Oké. Ik zie daar een kamertje. Hier is nog een halletje. Nou, laat ik gewoon maar eerst maar naar deze kamer gaan. Oh, dat is de badkamer. De spiegel is een beetje vies. Ik kan mezelf niet zien. Ja. Het is een beetje donker hier. Ik heb helemaal geen zaklamp. Gotta do a deep clean before Rose starts walking around. Ja, dat lijkt me ook. Je mag hier wel even flink opruimen. Ja, het gaat veel te snel. Nou, leuk. Dat interesseert me helemaal niks, die boeken. Oké. Dat is de reden waarom ik dus nog geen krant lees. Tja, ja. Altijd maar slecht nieuws. Almost there, honey. Nee. Waar gaat die deur nou uit zichzelf open? Dat vind ik wel een beetje eng. Nee, dat is mijn bed. Daar ga jij niet in slapen. Even kijken wat er allemaal hier is. Ah, je maakt wel hele lieve geluidjes, hoor. Lieve. Nou! Even stil, hè. Hey, even rustig. Ja, wacht even dan. Oeh, kijk. Dit is leuk. Een mooie dame. Nou, doe ik toch, turn page. Oh, de andere kant. Oh. Dat is wat minder. Ah, kijk eens wat lief.
wish I could stay like this forever. Ja, echt. Wat een kleine monster. Wat een monstertje. Pas goed in het gezin. Ja, leuk. Nee. It's not paranoia if they're really out to get you. Waarom gaat dat nou zo snel? Ik kan dat niet zo snel lezen, dus dan moet ik het even twee keer aanklikken. Kijk eens, teddybeertje, aapje. Well, hi there, little Rose. Nou, die is gelukkig weer eens een beetje stil, een beetje rustig. Tijd voor bed? Nou, dat bepaal ik zelf wel, even wachten. Ik moet deze nog even checken. 6 februari 2021, oké. Okay. Ik lees het gewoon wel even voor. Mia and I had another fight. I accidentally mentioned what happened 3 years ago and she blew it up at me. Okay. We finally settled down in our new life in Europe and can bring Rose up properly. But I still feel like a part of me is trapped in that hellhole back in Louisiana. I know Mia doesn't like to talk about it. But can we really just forget everything and pretend it didn't happen? Nee, dat kan niet. Nee, het is gebeurd en je moet de realiteit onder ogen zien. So that we face what happened there so we can live our lives with Rose without it hanging over our heads. We owe her that much at least. I know Mia knows this too. She wouldn't have exploded like that at the hospital if she didn't care. Nee. Het zal allemaal wel weer. Oké. Okay. Mooi verhaal. In ieder geval beter dan die boeken. Nou, jij gaat naar bed. Can't keep your mother waiting. She's scary when she's angry. There you go, sweetheart. Kijk, jou naar bed en neem ik even een slokje bier. I'll be right downstairs. Daddy won't let those weird fairy tale monsters get you. Oh, je bent wel echt een lief klein honeypony monstertje. Oké. Slaap lekker. Nou kan ik bier drinken. Naar beneden en naar mijn vrouw toe. Waar is mijn vrouw? Oh ja, in de keuken. Is she okay? Sleeping like a baby. That smells good. What's that? Oh, hands off, mister. It's churba de legume. It's a local recipe. Wow, you've gone full native, haven't you? Local wine, too. Dat ziet er zeker goed but uit. If you're gonna keep sulking all evening, maybe you shouldn't have any. You really have to stop worrying. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here. Military training, it all happened so fast, you know? Well, at least we're all together. You, me, Rose. Now, everything's gonna seriously, be... Seriously? Think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I don't understand why you are so... Hey! Wat gebeurt hier? Mia! Get down! Ze is gewoon beschoten. En ze blijft... Oh! Mia! Wat is dit? Nou, daar gaat je vrouw. Mia. Oh god. Oh. Chris? What the hell? Sorry, Ethan. No! Wat gebeurt hier? We wouden net lekker eten. Had dat de volgende dag even gedaan. Of na het eten. Go on, move. All clear. Rose? What the hell are you doing with my daughter?
Package secure, sir. Take him away. Hey, yo. I said, get your hands off her! Ethan, no. Get him out. No. Ik ben benieuwd waarom ze dit nou doen. Hey Doc. Hello, Mr. Winters. I've got your daughter's results back and I'd like you to come in to talk about them. How about next Thursday 4 o'clock? No problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Okay, we zitten nu in herinnering. Think positively, all right? We talked about this. I know. We hardly talk about anything else. I keep telling you, it's not Rose that I'm worried about. Well, then what are you worried about? Look, she's gonna be fine. I just know it. What else matters? We matter, Ethan! You matter! You just won't. Mia, what are you talking about? Is there something you're not telling me? Come on, talk to me. Damn it. I have to take this. Neem mijn telefoon even op, joh. Jesus. Oh, is de telefoon van iemand anders? About damn time. What's your status? Is the package safe? What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not off the road. Fuck. What the hell happened here? Okay. Nou. Tjo. Nou ja, in ieder geval zijn wij ontiegelijk hard gecrashed. Zijn er geen overlevenden? Behalve ik natuurlijk. Nou ja, in ieder geval, ik zou zeggen, vonden jullie dit nou leuk? Geef deze video zeker even een like. En ben je nog niet geabonneerd en wil je nog veel meer van deze video zien? Abonneer dan zeker ook even op ons kanaal. En oh ja, je kunt ons ook volgen op Instagram. Tot de volgende keer. Tot snel.